dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een roomdecor gerelateerde video heb gemaakt. Ik kan me gewoon niet meer herinneren wanneer dat de laatste keer was. De laatste tijd krijg ik ook heel vaak complimenten over hoe ik mijn kamer inricht. Of ja, hoe ik het decoreer. Alle leuke spulletjes en zo. Dus daar wil ik jullie hartstikke voor bedanken. Ik moet je zeggen dat ik er ook best wel blij mee ben. En ik vind het interieur ook super leuk. En als ik in een winkel ben en ik zie iets leuks wat leuk in mijn kamer zal staan, dan kan ik het ook gewoon niet laten om het niet te kopen. Voordat ik de roomdecor spulletjes ga laten zien, wil ik nog even zeggen dat deze video een samenwerking is met Decenio. Ik heb al vaker met ze mogen samenwerken en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, want ik vind hun posters echt mega leuk. Alle posters die je in mijn huis kunt vinden komen ook van Decenio. En ze blijven me maar verrassen met alle leuke designs. Echt, ik kan gewoon als het ware niet meer zonder. Dus dan weet je het alvast. Alle posters die in deze video voorbij komen, die zijn van hun. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie kunnen regelen. Die staat hieronder in de beschrijving. En laten we maar snel met de roomdecor gaan beginnen. Ik ga verschillende hoekjes van mijn kamer langs en dan laat ik zien hoe ik het zeg maar opleuk. Als eerst hebben wij mijn slaapgedeelte, dus mijn bed. Hier spendeer ik echt heel vaak mijn tijd. Natuurlijk als ik slaap, maar ook gewoon als ik lekker ga chillen. Boven mijn bed heb ik 2 posters in lijsten hangen. Ik heb het heel simpel gehouden, want daar hou ik wel ook al van. Want een ander deel van mijn kamer, het deel wat je nu hier achter mij ziet, is wat drukker. Dus ik wil het een beetje compenseren. Op mijn bed heb ik een aantal kussens liggen. Ik weet niet of je dit druk kan noemen. Ik vind het wel iets gezelligs hebben als er wat kussens op liggen. Dan gaan we over naar mijn nachtkastje. En ik moet je zeggen dat ik regelmatig de decoratie-items op mijn nachtkastje verwissel. Dus ik laat 2 manieren zien hoe je je nachtkastje kan opleuken. Dan krijg ik mega vaak de vraag hoe ik deze planken hier achter mij decoreer. En mijn grootste geheim is: experimenteer gewoon met de dingen die je hebt. Soms schuif ik gewoon wat met wat spulletjes. Ik vind het wel heel erg belangrijk dat er variatie in is. Dus dat ik niet alleen maar fotolijstjes heb staan of beeldjes of wat dan ook. Dan geeft het toch wel een speels effect. En ook deze plankjes verander ik echt regelmatig. Het ligt eraan wat mijn stemming is. Je kan wel merken dat ik een soort van thema heb op mijn plankje. Namelijk industrieel, zwart, wit, groen. Dat eigenlijk. Ik hou superveel van planten en bloemen. Ik heb er wel voor gekozen om neppe planten en bloemen in mijn kamer te hebben. Want ik vergeet ze altijd water te geven en dat... Nu hoeft het allemaal niet. Zoals je kan zien combineer ik posters met andere spullen. En ik moet je eerlijk toegeven dat 9 van de 10 items die op mijn plankje staan of van Decenio of van de Action komen. Soms van de IKEA en soms van een random winkeltje waar ik toevallig iets leuks spot. Dan gaan we door naar een plek in mijn kamer waar ik op zich ook best wel veel tijd spendeer. Namelijk mijn bureau. En achter mij kan je al een beetje spieken wat daarop staat. Ik vind het belangrijk dat mijn bureau wel gezellig is. Maar dat het nog wel rustig blijft. Want ik wil niet dat het overvol is. Want het is wel mijn werkplek en ik moet er kunnen concentreren. I can't get you out of my mind. Home baby every curves. Like a new adventure pulling me into the Santa Claus. Yeah. Baby, I'm not playing around. I mean every little word. Ik zal wel even een kleine mini roomtour geven. Nou, als je binnenkomt, zie je als eerste dit. Dit is een beetje een rommelhoekje. Ik heb hier mijn tas liggen. Ik heb hem trouwens nieuw. Hij is van Guess. En dan hebben we hier mijn nachtkastje. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om er dit van te maken. Een beetje rustig. Maar dit vind ik wel praktisch met mijn
lamp en mijn sieraadjes. De inhoud van deze ladekastjes ga ik niet laten zien, want het is echt een puinhoop. Ik moet het nog een beetje gaan organiseren. Eén van die laadjes kan ik wel even laten zien. Dat is namelijk mijn make-up la. Hier heb ik best wel wat van mijn make-up liggen. Ik vind het nog best wel meevallen hoeveel make-up ik heb. Ik krijg soms wel wat van bedrijven. Dus dan vind ik het wel leuk om het uit te proberen. Maar ik hou niet alles. Ik geef het dan weg en zo. Maar ja, dat is mijn make-up la. Dan mijn bed. En aan de overkant hebben wij mijn kledingkast. De inhoud van mijn kledingkast is best wel vol. Hij is niet zo groot. En ik deel hem ook met mijn vriend. Want mijn vriend woont tijdelijk bij mij. Dus dit is zijn kleding. En dit is allemaal van mij. En dan hebben we wat schoenen hierboven. Ondergoed en sokken. En dan hier. Dit is op zich nog best wel rustig. Dit is ook van mijn vriend. Dit is een combinatie van ons beiden. Dit zijn mijn broeken en allemaal andere dingen. En daar nog een mand met kleding. En trouwens, dit vind ik echt een super leuke tas. Die heeft iemand voor me gemaakt. Dit ben ik trouwens, mocht je dat nog niet doorhebben. Super nice. Dan hebben we dit gedeelte. Gelijk het drukste gedeelte van mijn kamer. Ik vind het super leuk om hiermee te spelen. Dus mijn plankjes zijn op dit moment op deze manier ingedeeld. Mijn grootste trots krijgt forever een plek hier op deze plank. Namelijk mijn playbutton. En ik heb hem al een tijdje. Maar ik vind hem zo ontzettend leuk. En ja, hij staat er gewoon. Met alle eer. En dit is nog de oude variant. Ik heb gezien dat ze nu een nieuwe variant ervan hebben. Maar ik vind deze op zich best wel leuk. Want ik vind zo'n omlijsting heel erg nice. En natuurlijk een heel klein Starbucks kopje. Echt nog steeds ben ik een Starbucks liefhebber. Dus dat mag er ook. En heel veel planten. Ik krijg ook heel vaak de vraag waar dit vandaan komt. Dit komt van de IKEA. En ik wil in het bijzonder ook nog eventjes dit item uitlichten. Dit is een ouderwetse camera. Ik heb deze van mijn vader gekregen. Want die had weer een vriend die heel veel camera's had. Dus ik gebruik dit nu als decoratie. En dan hebben wij mijn bureau. En ik hou echt van dit hoekje. Helemaal met deze leuke dingetjes. Ik heb hier ook mijn planner. Ik ben obsessed ermee. Ik heb sowieso een grote obsessie met planners en agenda. Maar dit is echt mijn favoriet. En dan hebben we hier nog een bijna leeg kopje thee. Ik leef voor thee. Dus ik drink dat echt altijd. Dan hebben we hier mijn computer. En aan de andere kant hebben we een opbergdoosje. En daarop heb ik mijn andere camera staan. Hiermee film ik voornamelijk mijn video's mee. Maar op dit moment film ik met mijn vlogcamera. Dan hebben we een mandje. Dit is als het ware een soort van spaarpotje. Ik heb er eigenlijk letterlijk 5 cent in zitten. Maar als ik zeg maar heel veel klein geld heb, dan doe ik het hierin. En rommellaadjes moeten er natuurlijk ook zijn. Dit is 9 van de 10 keer wel georganiseerd. Maar op dit moment dump ik er gewoon van alles in. En ik heb er gewoon vrede mee dat het zeg maar zo rommelig is. En onder mijn bureau heb ik een mand die een beetje overvol is. Maar ik heb dan een dekentje en een kussen erin zitten. En ik hou van dit ding. Deze komt van AliExpress, superleuk. En hier zitten ook wat troepjes. Maar omdat ik best wel wat kleine prulletjes in mijn kamer heb, vind ik het gewoon fijn om het op te bergen. Vandaar deze leuke zak. Ik was dit bijna vergeten, maar ik heb aan mijn deur ook nog wat spulletjes hangen. We hebben hier een tasje en daarachter chillt een pet. Daaronder hangen nog 2 andere petten. Deze heb ik nog nooit gedragen, want het kaartje hangt er nog aan. Maar ik denk dat ik dit in de zomer wel ga dragen. Aan het andere haakje heb ik een ochtendjas hangen en een andere tas. Deze gebruik ik heel vaak, vandaar dat die ook hier hangt. Het is niet per se heel erg modieus, ziet er niet heel erg leuk uit, maar het is wel heel erg praktisch. Nu heb je kunnen zien hoe ik mijn kamer als het ware opnieuw heb gedecoreerd. Ik ben benieuwd of je hier wat inspiratie van hebt gekregen. Mocht dat zo zijn, laat het dan hieronder in de reacties achter. En mocht jij iets uit deze video ook na hebben gemaakt, laat het me dan vooral weten. Of als je je kamer op je eigen manier hebt gedecoreerd, dan ben ik daar ook benieuwd naar. Ik ben echt benieuwd hoe jullie kamer eruit zien, want jullie zien mijn kamer als het ware. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig wat jouw stijl eigenlijk is. Of hoe jij je kamer zou omschrijven. Dus ja, ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hiernaast mij kan je doorklikken naar 2 andere video's. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.
Doei!